Nu ga je natuurlijk afvragen, joh Kelvin, hoe vaak masturbeer jij dan per week? Hallo internetvrienden, daar was ik weer. Sophie, hallo. Wow, wow, I like it. Zoek de verschillen. Kelvin, wat voor fucking mooie trui heb je aan? Ja, nee, leuk dat je het vraagt. Die heb ik gekocht op deze website, calvin@fanfiber.com. Daar kun je mij deze halen. En wil je nou net zo episch zijn als ik en ook dit hebben en ook een leuke selfie maken zoals dit? Wow, wauw, wat een leuke selfie, Kelvin. Dan kun je naar deze website gaan en daar kun je iets halen. Dat is voor jou, speciaal. Speciaal voor jou, boy. En genoeg gezeik. Mensen, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Dat ben ik, speciaal voor jou, met die deze. Paprika. De. Mijn grote vriendin Sophie Milsink maakt video's waarvan iedereen denkt, hey, maar dat is briljant. Ik kijk laatst een video van Sophie en daarin een video waarin ze praten over dingen die waar vrouwen over liegen. Want ze is een meisje en ze weet waar vrouwen liegen. En iedereen dacht, oh my god, so relatable bro, come on. En toen dacht ik, wat nou als ik een video maak waarin ik vertel waar mannen over liegen. Cause I know what men lie about. I know. Dus dat leek me een goed plan. Vergeet niet alvast een duimpje omhoog te geven op deze video, want het wordt fantastisch. En dan gaan we beginnen met de dingen. Mijn mannen over liegen. Daar. Is er waar mannen altijd over liegen? Het is gewoon een classic mannen ding. Het volgende. Ik ga even een situatie schetsen, oké? Okay? Yo, hey, maar ik had gisteren echt fucking veel gezopen, man. Echt, dit is niet normaal. Het was helemaal van de kaart. Oh, nee, maar ik ook, man. Ik had echt gewoon 10 bieren op. Gewoon niet normaal. Gewoon in 1 uur. Nee, 10 bier, man. Nee, nooit 10 bier. Ik had letterlijk 20 biertjes en ik voelde gewoon nog niks. En toen de 21ste, toen kreeg ik hem, toen kwam hij. Nee, ik had, zei 10, ik bedoel 30 bier had ik. Echt sick, 30 bier in een half uur. Jongen, het was niet normaal. Zei ik 25, ik bedoel 50 bier. 50 bier had ik op en toen voelde ik hem wel hoor. Ik was echt helemaal in mijn sas, jongen. Maar ik had 100 bier op, ik had 100 bier op me gedronken. En ik voelde hem nog steeds niet. Dus wat? Maar ik had 200 bier en ik had 300 bier en ik had 400 bier opgedronken enzovoort. Mannen zijn altijd heel goed in het vertellen van sterke verhalen als het gaat om het nuttigen van bepaalde vormen van alcohol op een bepaalde avond. Ze willen elkaar gewoon altijd overtreffen. Zo van oké, jij kan 5 bier op, oké, ik heb 6, ik 7, oh let's go, the battle is on boy. En voor je het weet liggen allebei super lang op de grond. Mannen, wat doen jullie? Tweede ding wat mannen altijd over liegen is hoeveel paprika's ze op kunnen. Nee, dat is niet, dat is een grapje. Dat is een vatu van Kelvin. Een kalfatu. Snap je? Mannen liegen er altijd over met hoeveel meisjes seks hebben gehad. Ja, dat is gewoon. Nou, liegen, kijk, ik weet niet in hoeverre ze erover liegen, maar het is gewoon te vaak dat een man erover praat, zeg maar. Gewoon van, yo, nee, maar ik heb zeg maar echt gewoon in mijn hele leven, denk ik, 6300 chicks geneukt. En ze waren allemaal gewoon echt super mooi en shit. Gewoon model level, gewoon Gigi Hadid level. Heet zij zo, Gigi Hadid, of is dat een andere? Nee. Kijk, bij vrouwen is het vaak zo dat ze erover liegen met hoeveel mensen ze hebben gehad, juist in de andere vorm. Want als een chick zeg maar op één avond seks heeft gehad met 10 jongens, zeg maar even in een realistisch porno scenario. Mario, you got it. Dan gaat ze uiteindelijk zeggen, oh, maar ik heb maar eentje gehad. Of ik had er 0. Als een man seks heeft gehad met 10 jongens, nee, 10 vrouwen, dag daarna zijn het er 20. Zo werkt het gewoon. Zo van, ik heb 3 chicks gezoend gisteravond. Oké, ik ga nu opstaan. Ik ga tegen al mijn vrienden zeggen dat het er 6 waren. Gewoon dat is het. Want als man zijn, als je veel chicks hebt gedaan, dan ben je blijkbaar een fixer. En dan ben je een baas voor je vrienden. Hé, hey, ik heb het niet bedacht, hè. Ik weergeef alleen de realiteit. Zo ben ik. Terwijl als je als vrouw met meerdere mannen doet, dan ben je slet. Dat vind ik niet, maar dat vindt men. Ik snap het ook niet. Mannen liegen altijd over hun bankrekening. Ik denk dat vrouwen dat ook doen trouwens. Nee. Ik denk dat vrouwen daar eerder gewoon eerlijk in zijn. Terwijl ik vind het altijd nog opvallend waarom het hele begrip hoeveel geld je hebt nog zo'n taboe is. Zo van, oké, maar boeiend. Kijk, ik heb op mijn rekening letterlijk nu 136.000 euro staan. Mag je weten. Dat was een grapje. Het is echt 10 keer zoveel. Nee, maar kijk, dat is de situatie. Mannen zijn er altijd van als ze uitgaan, ja, ik haal dit rondje wel. Ik ken genoeg mannen, en zeker als je net een iets oudere leeftijd hebt, dan ben je in een club en dan komt het idee om een fles champagne te bestellen. En dan gaan mannen naar de bar en dan zeggen ze, ik doe het wel. I got this. En dan gaan ze naar de bar en dan in plaats van dat ze zeggen, yo, doe me je duurste fles champagne, boy. Vragen ze, mag ik de champagnekaart even zien? Want wat is jullie goedkoopste? Maar is dat wel van een merk? Oké, hoeveel is het? 85 euro? Laat me even inloggen op mijn banken, Rabo. Oké, kan wel. Ja, ik spreek niet uit eigen ervaring. Totaal niet. Verliefdheid is iets waar mannen nog wel over kunnen liegen. Dat is voornamelijk een beetje de categorie friendzone dudes. Serieus. Ik ga even een stereotype beeld schetsen van alpha mannetjes. Van die mannetjes die zeg maar gewoon best wel gewoon gespierd zijn en zo. Maar eigenlijk super klein hartje hebben. Niet zo vaak
over seks praten en zo, niet zo heel open zijn. Misschien een beetje hoe heet het, hoe helemaal introvert. Introvert. Lekker, Kelvin. Woordenschat. Super goed gedaan. Heb je nog zin in een video of niet? Anders stop ik. Oké, ga door. Vaak naar sporters gaan gewoon vet daarmee bezig zijn, maar niet echt praten. Niet zo vaak hun gevoelens delen. Het zijn ook de mannen voor zich houden dat ze verliefd op iemand zijn. Ik ken jongens, en dit is geen grap, ik ken jongens die al jarenlang beste vrienden met een meisje. En ik weet gewoon, ze zijn verliefd op haar. Overduidelijk. Alleen het andere meisje houdt ze aan het lijntje. Maar die dudes blijven gewoon de dudes die zeggen, nee, maar we zijn de beste vrienden. En er is echt geen seksuele spanning. Oh, fuck you, man. It is. Als jouw beste vriendin echt fucking mooi is, en je bent echt al jarenlang besties met haar. Yo, dat is echt een kutwoord. Besties. In de MSN naam. Love it. Dan ben je gewoon smoor verliefd op die chick. En dan wil je het gewoon, maar je durft het niet te zeggen. En dan zijn ze bang dat de vriendschap misschien naar de kloten gaat. Oh, fuck you, man. Nee. Waarschijnlijk gaat dat dan wel gebeuren. Wat ga je anders doen? Voor de rest van je leven beste vrienden blijven met iemand waar je eigenlijk verliefd op bent? It just doesn't work like that, bro. Ik spreek uit eigen ervaring. Dit was vroeger, toen ik nog een tiener was. Toen ik nog op de middelbare school zat, een beetje verlegen was. Toen kick night zo goed te downen, yeah. Net was letterlijk een meisje, ik ga haar naam niet noemen. Lisa. Fuck you. Ik ken helemaal geen Lisa. Waar ik gewoon fucking verliefd op was. Ik was zo fucking verliefd op haar, maar ik wou het niet toegeven. Nu was ik laatst op het level waarop ik gewoon tegen haar zei, yo, ben je bekend met de term aan het lijntje houden? Want toen ik 15 was, toen heb ik dat echt gedaan. Ik weet niet of je dat door hebt. En als reactie was het, nee, maar ik was zo verliefd op je. Vraag maar aan die en die. Yo, bitch, ik heb je 3 keer verkering gevraagd. En je zei gewoon altijd nee. Of je ging offline op MSN, omdat je gewoon niet durfde ja of nee te zeggen. Dan kun je niet vertellen dat je fucking verliefd op me was. Dat is hetzelfde als dat je gaat trouwen en je staat op het altaar en je vraagt, yo, wil je met me trouwen? En je zegt, en je loopt weg. Dan geloof ik niet dat je verliefd op me bent. Dus fuck you. Dat moest even. Alleen, ik loog toen ook tegen mezelf. Ik zei tegen iedereen, nee, ik ben niet verliefd op haar. Ik ben niet verliefd. Jawel. Nu niet meer. Nu heeft Nina gewonnen. Die chick. Get out of here. Nina, I love you. We're meant to be together. You know that. I like you. I love you. Hoe snel en makkelijk mannen een bepaalde taak kunnen uitvoeren. Dat is echt lie subject number one. Echt met eten bijvoorbeeld. Zo van, ik kan die burger echt in maximaal 5 minuten opeten. Geef me 5 minuten, hij is helemaal op. Ik doe het. En het mooie aan mannen is, dan zie je ze eten en dan is het echt... Nee, gaat goed. Gaat goed. Hoe lang heb ik nog? Oké. Mannen willen gewoon hun beste zijn. Als een man tegen je zegt, fix dat wel in een kwartiertje, geen probleem. Dan is het minimaal 4 keer zo lang. Duurt gewoon 1 uur, 2 uur. En dan achteraf zijn mannen degene die zeggen, ja, nee, maar kijk, dat duurde wel 4 keer zo lang. Maar dat kwam omdat, zeg maar, die fietsband, dat was geen band, snap je? Het waren, zeg maar, spaken met een wiel. En dat had ik niet verwacht. En toen ging het ook nog regenen. Dus mag ik, ik ben verliefd op je. Seks hebben? Vanavond. Wat mannen gaan kopen, dat is altijd zo bullshit, hè? Of met die nieuwe Apple Watch. Dan zeggen ze op de vraag, yo, ga je hem halen? Zegt elke man standaard ja. Ja, of course. En dan een maand later hebben ze hem nog niet. En dan denk je, yo, waarom niet? En dan zeggen ze, ja, nog geen tijd voor gehad. Bullshit. Je hebt gewoon of het geld niet, of je hebt gewoon scheid. 5 mannen in een kamer de nieuwe iPhone gaan kopen en 1 daarvan doet het niet, dan is het klaar. Dat kan niet. Dan word je gewoon uit vriendengroep gezet. Dan ben je gewoon geen mattie meer. Echt heel veel mannen die zitten op het level dat ze zeggen, oh ja, die chick daar, kan ik wel regelen. Dat doe ik zo. En dan vraag je, doe het dan? Dan zeggen ze, nee, doe jij. Zo werkt het niet, oké? Okay? Als jij zegt dat je iemand kan regelen, dan moet je het ook, zeg maar, doen. Waar mannen niet over liggen, is hun capabiliteit om boeren te laten. Ik weet niet of capabiliteit een woord is, maar het klonk leuk. Mannen liggen ook nog wel eens over hoe vaak ze kunnen... Nou, hoe vaak ze kunnen. Eerder, hoe vaak ze, zeg maar, snap je wat ik bedoel? Aftrekken. Dit is echt zo. Als je man vraagt, joh, hoe vaak masturbeer je per week? Dan zegt hij sowieso 2 keer minder dan het echte. Als een man zegt, joh, ik masturbeer, denk ik, 2 keer per week. Dan is het sowieso 4 of 5. Wow, doen mannen dat dan? Ja, vrouwen ook. Weet je, dat is logisch dat je doet. Het is perfect tijdverdrijf. Het is goed om even je focus weer. Op een gegeven moment ben je gewoon gestrest. En dan moet er even, dan is klaar. En dan een soort van metaforisch van, oké, dan is het eruit. En dan zijn al je problemen zijn ook weg. Het is therapeutisch. Echt sick. Je moet het proberen. Nu ga je natuurlijk afvragen, joh, Kelvin, hoe vaak masturbeer jij dan per week? 2 keer. +2, +4, +6, 8. Dude, what the fuck? Nee. Even heel eerlijk, 4 keer. Waarom zeg ik dit? Ik doe het wel altijd veilig. Nee, zo werkt het niet, hè. Wat mannen ook omliegen is of ze seks willen hebben met een bepaald persoon om hun heen. Het meest extreme voorbeeld, je stiefzusje. Wees gewoon real met me, oké? Stel je voor, je bent 18. Chill leven, je bent single, let's go, bang, bang, bang. En je moeder krijgt een andere vriend. En die vriend heeft een dochter en die is ook 18. En die is zo fucking mooi. Echt de mooiste chick die je ooit
ooit heb gezien. Zij is mijn stiefzusje. Zij zou haar nooit doen. What up? Een stiefzusje heeft gewoon niks te maken met jou als familie. Dus waarom zou je er dan over liegen? Zo van, natuurlijk, ze is echt fucking mooi. Het is alleen een beetje raar dan in huis. Want, snap je? Dat is een beetje vreemd. Maar, mannen liegen er wel over. Wat voor vrouwen ook belangrijk is om te weten, is dat mannen liegen over WhatsApp. Klaar. Als ze niet reageren op WhatsApp, maar ze hebben het wel gelezen, dan zeggen ze, nee, maar ik had het wel aangeklikt, maar toen in één keer werd ik gebeld. Dus ik had het niet gelezen, toen was ik het vergeten. Nee, mannen hebben gewoon schijt. Gewoon als ze niet reageren op WhatsApp, is het 9 van de 10 keer zo. Het gewoon geen zin hebben om te reageren. Waar moet ik hier nou op reageren? Dat is echt zo. Dat is gewoon zo. Mannen sturen dingen naar vrouwen en vrouwen sturen dingen naar mannen die ze gewoon niet van elkaar begrijpen. Stuurt Nina mij soms ook shit waarvan ik gewoon dat lees en dan denk je, ja, maar wat moet ik hier nou op zeggen? No disrespect naar Nina though. I like her. She's the princess of the world, man. Maar vrouwen over het algemeen doen het gewoon. Die zeggen gewoon dingen die mannen niet begrijpen. Mannen zeggen dingen waarvan vrouwen niet weten wat ze ermee aan moeten. Als een vrouw bijvoorbeeld zegt, ik weet niet zo goed wat ik moet met mijn leven. Wat moet je zeggen? What the fuck zeg je daarop? Juist, niks. Een paar uur later zegt ze, hé, waarom reageer je niet? Oh ja, ik was vergeten. Maar goed, alles goed, lekker. Story of my life. De allerbelangrijkste waar mannen over liegen, deze moet je onthouden. Deze is echt belangrijk. Mannen liegen echt vaak over hoe weinig shit ze boeit. Story of my life. Als man zijn, dan wil jij gewoon kunnen chillen. En jij wil gewoon een beetje die coole vibe over je heen hebben. Dus ik zie er over het algemeen volgens mij best wel stressless uit. Gewoon van, oké, ik heb het fucking druk. En ik maak me best wel druk om shit. Maar ik probeer zo cool mogelijk te doen voor de buitenwereld. Snap je? Oh ja, nee, maar dat ging fout. Nah, kan gebeuren. Let's go. Maak je me niet druk om? Jawel. Maak je wel druk om, maar je laat het gewoon niet zien. En dit is prima, weet je? Dus geen enkel probleem. Maar vrouwen zijn snel geneigd dat op het moment dat ze iets zwart zit, om het gewoon te zeggen. Oh ja, nee, maar ik maak me echt zorgen hierom. Wat nou als dat gebeurt? Wat als dat gebeurt? En wat moeten we dan doen? Allemaal terecht. Mannen liegen daarover. Mannen zeggen gewoon, boeien. Terwijl het ons fucking veel boeit, maar we zeggen het gewoon niet. Een situatie tussen twee meiden, hè? Hallo, lieve Lisa. Hallo, lieve Kim. Die ene chick zei laatst dat ze jou echt een kuthoer vond. Oh nee, dat is die kuthoer. Nee, maar ik vind haar ook een kuthoer. Oh my god, wat een kuthoer. Ik moet echt... Bij mannen gaat het ongeveer zo. Yo, Bert. Hey, grap. Hey, Bert. Pim zei dat hij jou echt een lul vond. Oh, grap. Boeien. Maar sinds wanneer boeit hij mij ooit iets? En sinds wanneer boeit het me ooit iets wat iemand van me vindt? Sinds wanneer boeit mij ooit iets überhaupt? Ik ben gewoon van steen. Fuck it. Weet je, desnoods geef ik hem 10 klappen. Boeit me niks. Nee, dat dacht ik al. Dat dacht ik al, ja. Maar ik ook. Wel, boeit me echt niks. Nee, inderdaad. Grap. Dus, trouwens, waarom heet jij Grap? Ja, ik heet Grap, ja. Er is sowieso iemand op de wereld die Grap heet. Mocht je nou nog dingen weten waar mannen sowieso over liegen, laat het dan in de reacties weten, want ik wil het weten. Lijkt me echt fantastisch leuk. Want waar lig jij over als man? Of waar vind jij dat man over liegen als vrouw? Mensen, bedankt voor het kijken. Ik hou van jullie. Vergeet zoveel mogelijk paprika's niet te eten. Wat is dat voor zin? Ik weet het ook niet. Ga naar calvin.fanfire.com om deze leuke shit te halen. En dan ben ik er gewoon de volgende keer weer. Ik hou van jullie. Ja.